Goedenavond. 2 weken lang ben ik bezig geweest om allerlei informatie op te halen over wetenschappelijke ontwikkelingen die ons te wachten staan. En ik kwam zoveel tegen, zoveel. Hele leuke informatie. Bijvoorbeeld over hoe leuk ons leven er straks uit kan zien. En hoe makkelijk en hoe handig. Maar ook goede ontwikkelingen kwam ik tegen. Bijvoorbeeld over het genezen van ziektes. Nog mooier, het voorkomen van ziektes. Of het hanteerbaarder maken als patiënt van een ziekte. Echt leuke dingen. Echt dat je denkt van, ik zou willen dat die ontwikkelingen er nu zijn. Tegelijkertijd zag ik ontwikkelingen, wetenschappelijke onderzoeken die nu gaande zijn. Waarvan ik denk, waarom? En welk doel dient dat? En wie stopt er geld in die onderzoeken? Wat zit daarachter? En als een wetenschappelijk onderzoek naar buiten komt, dan is dat vaak omdat we dat in de samenleving gaan toepassen. En dan ontstaan er discussies. Je kunt je afvragen of dat niet eerder moet, voordat er aan die onderzoeken wordt gewerkt. Maar even nu ben ik nieuwsgierig naar jullie. Zijn er wetenschappelijke onderzoeken waarvan jullie zeggen, ja, die juich ik toe? Kankeronderzoek, AIDS, dat soort onderzoeken. Van ziekten die op dit moment niet te genezen zijn. Ja, iemand nog een aanvulling? Quantumcomputers. Er zijn ook onderzoeken waarvan jullie denken, nee, dat mogen ze van mij gelijk stoppen. De reden waarom er, ik zei eerder al, er komen heel veel onderzoeken aan, heel veel ontwikkelingen aan, naar aanleiding van wetenschappelijke onderzoeken. Hebben jullie ook dat gevoel dat we straks overspoeld gaan worden met allemaal nieuwe ontwikkelingen? Het gaat tegenwoordig wel wat sneller. En dat komt door de wet van Moore. En de wet van Moore die houdt in dat iedere 1,5 à 2 jaar de capaciteit van computers verdubbelt. En niet alleen gaat die capaciteit en de kwaliteit van de computers gaan steeds sneller. Als je kijkt naar de prijs van computers, die daalt drastisch. En daarom zie je nu een soort golf van ontwikkelingen over ons heen komen. En ik ben gaan spitten in al die ontwikkelingen die daar komen. En ik heb er 2 uitgezocht. Waarvan ik dacht, nou, die vind ik interessant om hier te vermelden. Het eerste onderzoek is onderzoek om onze gedachten te lezen. Om onze dromen te construeren. En daar word ik dus helemaal eng van, hoor. Dat iemand in mijn hoofd kan gaan kijken wat ik denk. Ik denk namelijk af en toe hele rare dingen. En dan denk ik, kopas. Of ik ben jaloers. Of weet je, boos, heel onredelijk. En dan moet je toch niet willen dat een ander in jouw hoofd aan het kijken is. Maar er wordt nu geld uitgegeven voor onderzoek daarvoor. En dan denk ik, wat gaan we daarmee doen? Wat is de insteek? Ik word daar een beetje eng van, want dat kan heel erg misbruikt worden. En ik weet niet of jullie wisten dat er onderzoek is naar gedachten lezen. Maar ik zie er geen discussie over. En dan denk ik, dat mag toch best wel? Of gaan we die discussie pas voeren als iedereen weet dat we gedachten kunnen lezen? Dan hoeven we dat niet meer, dan kunnen we dat lezen. Juist, mijn rare kronkels. Ander onderzoek. Hersendoden. Iemand is hersendood als de hersens geen activiteit meer vertonen. Wettelijk gezien ben je dan dus ook dood. Er zijn nu dus onderzoeken om hersendode patiënten de hersens te activeren. Dus wat je doet, je brengt een dode weer tot leven. En ik krijg er allemaal leuke gedachten bij. Want kennen jullie de verhalen van
bijna doodervaringen. Straks krijgen we doodervaringen. En wat houdt dat dan in? Is er leven na de dood? Bestaat God? En ik vind die vragen wel leuk. Maar hoe zit dat met gelovigen onder ons? Ik weet niet. Zijn er hier gelovigen? Ik weet, sommige gelovigen, die willen geen bloedtransplantatie, fusie. En er zijn er een aantal bij, die willen niet gereanimeerd worden. Maar hoeveel verder ga je om uit de dood te ontwaken? Ik vind dat best een discussie waard. En ik juich het onderzoek toe, laat ik dat voorop stellen. Tegelijkertijd denk ik dat je daar best met z'n allen over mag discussiëren voordat we dat kunnen. Ik heb een titel voor deze speech. Wie weet mijn titel? Pas op, de zombies komen eraan. Hoe heet een dode in die horrorfilms die tot leven wordt gewerkt? Zombies. Zombies. Vandaar mijn titel. Dank jullie wel.